Hebben jullie genoeg gezien? Hoe kom jij in dit filmpje? Het gaat rond op het Athena College. Iemand heeft dit gelekt om haar kapot te maken. Kijk, ik begrijp dat het voor een kind nogal confronterend is als een klasgenootje zelfmoord pleegt. Als het zelfmoord was. Wij hebben deze zaak uitvoerig bestudeerd. Oh ja? Ja. Zo uitvoerig dat jullie niet eens doorhadden dat er een seksvideo van haar rondging? Ik zou eens beginnen bij haar telefoon. Daar zit namelijk heel haar leven in. Meisje, wat wil je nou dat we doen? He? Zomaar iemand oppakken omdat die kinderporno verspreidt? Revenge porn? Wat? Naaktfoto's of video's die uit wraak worden verspreid. Precies. Dit is wraakporno. En dat is strafbaar. Dus, ik ga ervan uit dat jullie hier wat mee gaan doen. De keer dat ik Sophien zag was op het schoolfeest. Ze deed alsof ze het heel erg naar de zin had. Maar ik was haar BFF, dus ik wist wel beter. BFF, dat betekent best friends forever. Wij deden altijd alles samen. Haar, nagels, huiswerk, resilience. Wij waren twee zielen, één gedachte. En wanneer kwam je erachter dat er een sekstape van haar rondging? Dat was op het schoolfeest, dus zo rond middernacht. Denken jullie dat dat de reden is dat ze gesprongen is? Wie denk jij dat die video gedeeld heeft? Fred van Leer? Ik heb er geen idee. Nee. Tijdens het feest kreeg ik die video binnen. Dat was veel mensen. Het leek alsof Sef er niet echt mee zat. De laatste tijd deed ze sowieso al raar. Losgeslagen. Dus jij had niks met dat filmpje te maken? Nee, tuurlijk niet. Ik vond het wel geil. Wat is dit, CSI Posthorn? Heb jij ooit van de term revenge porn gehoord? Wat heeft dat hiermee te maken? Nou, wij begrepen dat Sophien het een jaar geleden met jou heeft uitgemaakt. Na 4 jaar relatie. Kijk, ik kan me voorstellen dat je daar best wel boos over bent. Better to have loved and lost than ever to have loved at all. En jullie hebben elkaar tijdens de relatie ook nooit gefilmd? Nee, we hebben elkaar niet gefilmd, nee. Misschien eens een dickpic, maar dat was het. En wanneer was dat? Tijd terug. We zaten met Youssef nu. Als je dat een relatie kon noemen. Op het feest waren ze vooral aan het ruzien. De laatste keer dat ik Sef zag was vlak voor het einde van het feest. Mooi moment was dat. Bizar dat dat de laatste keer was. Mooi moment? Wij hoorden dat jullie ruzie hadden. Had dat iets te maken met die video die rondging? Ik wist toen nog helemaal niks van die video. Oh, dat is heel gek. Iedereen op school wist het en jij weet van niks? Als jij meer wilt weten over dat filmpje, dan moet je niet bij mij zijn. En daar had onze wel of niet gebeurde ruzie niks mee te maken. Ik hield van haar, hè? Ja, schrijf dat maar op in je notitieboekje. Als ik kon kiezen, zou ik zelf liever gesprongen zijn in plaats van Sef. Snap je dat? Arme Joes. Ik hoorde dat Sef de relatie met hem niet zo serieus nam. Ja, als Queen Bee van de school kon ze iedere jongen krijgen en she loved the attention. Zelfs de leraren vonden er spang. Dus wat wil je daarmee zeggen? Kun je die telefoon even wegleggen? Oké, kijk. Ik heb gewoon, zeg maar, iets vertrouwds, I guess. Mensen vertellen mij dingen, weet je? Oké, dus zeg maar, het was die video van Sef waarop ze, zeg maar, zichzelf aan het bevredigen was. Right.
Oké, Sef werd al langer de slet van 6 VWO genoemd. Toen het uitging met Olaf. Ja, eerst door Duco, maar vervolgens eigenlijk door iedereen. Wat wil je eigenlijk zeggen? Nou ja, die video die lekte op prime time. Er was niemand die het er niet over had. She loved the attention. Ik heb haar zo lang uitgewoond. Gast, doe even normaal. Zo praat je niet over meisjes. Ach, natuurlijk wel. Hou je bek eens. Ik wist natuurlijk dat ze uiteindelijk de porno was. Sef, gaat het? Ik ben er voor je. Hé, laat haar even met rust, jongen. Het is echt allemaal goed. Ik had niets te maken met die video. Maar jij bent wel degene die bijnaam bedacht, toch? Gewoon een schapje, toch? Lief bedoeld. Zo van, sletje, schatje. Ietsje positiefs, je weet toch. Ja, het is wel zonde. Het was echt een lekker wijf, toch? Zonde? Wat vind jij zonde? Dat ze dood is. Ze was heel lief. Hey. Je hoeft niet meteen weg, hoor. Nee, het is oké. Ik moest toch gaan. Dus, de heksjacht is begonnen nu? Jezus. Rustig maar. Kom in vrede. Sorry. Kan de echte Maya opstaan? Ik weet dat ik soms een beetje... een kutwijf kan zijn. Noem het wat je wil. Maar mijn allerbeste vriendin is van een toren gesprongen zonder dat ik dat zag aankomen. Dus ik heb me voorgenomen om beter op de mensen om me heen te letten. Ik weet het niet. Wat weet je niet? Sefine had plannen na de examens. Ze wilde weg uit dit kutdorp. Waarom zou ze springen? Sefine had altijd wilde plannen. Dit was echt. Wow, hey, oké, rustig. Ik wist niet dat jullie blijkbaar zo close waren. Maar vertel, want ik wil het super graag weten. Wat voor plannen? Ze wilde naar Berlijn. Naar de kunstacademie. Berlijn. Klinkt dit als iemand die van een toren gaat springen? Niemand weet wat er echt in iemand omgaat. Ja, bespaar me die tegen. Doe eens even rustig. Eén appje is nog geen reden om een heksjacht tegen de hele school te beginnen. Klopt gewoon geen zak van. Zelfmoord. I woke up to an empty bed. I took a walk to clear my head. I wished you were there instead, but then I shook it off. Oh, what the hell did I used to do? Can I'm even starting to speak like you. And now you're living in my memory, living in my mouth, living in the four fucking walls of my house. I feel like a letdown to not be your friend. Heb je een bril nodig? Best wel goede billen eigenlijk. Wel. Hey, het is mooi weer. Heb je zin om vanmiddag te gaan chillen bij de plas? Ja. Oké. Klinkt goed. Oh shit, nee. Ik kan niet. Oh. Ik moet nog langs het politiebureau. Politiebureau? Ja. Over Sophie. De bedoeling van een oefenexamen, dames, is dat er daadwerkelijk geoefend wordt. Hou je bek, lesbo. Kom. Sophie, ik dacht dat het gewoon een soort free willy speech was in de aula. Ga je er echt achteraan? Ja, tuurlijk. Iemand moet het doen. Hoe goed kende je haar eigenlijk? Oh,
Your personality split in two. I fell in love with the half of you. And when you told me what you went through. Hey, ik dacht... Sorry, Alex, maar ik ben in gesprek. Oh, sorry. We hadden toch morgen staan? Ja. Maar ik dacht, omdat Sef morgen wordt begraven, misschien kunnen we beter... Oh ja, natuurlijk. Vrijdag doen dan? Zelfde tijd? Ja, dat is goed. Ja, oké. Zie je dan. Oké, tot dan. Sorry, Youssef. Schnitzel lesbi. Beetje skoter bijhalen, hè? Voor een filmpje van een fucking kech. Au. Hè? Nou, dus, als je onschuldig bent. Weet je hoe mijn pand dat boos mijn vader gaat zijn als hij dit hoort? Hè? Ik zie niet in hoe dat mijn probleem is. En jij ziet het niet in? Au. Huh? Moet je het voelen? Hè? Huh? Moet je het voelen? Dan? Ga je maar. Wat kom je hier dan, jongen? Ga maar. Kom dan. Hé! Hey. Zo is dat genoeg, heren. Waarom sta je mij? Meekomen! Ik heb het gedaan, ik ben onschuldig! Waarom sta je echt, jongen? Doe het heel goed weg! Meekomen, Idema! Denk ze. Ik vond het echt kut, weet je. Van die video. Ik hoop echt dat de politie erachter komt wie het gedaan heeft. Kleine kans. Ik kan nog beter Donnie en Dave bellen. Denk je dat hij het heeft gedaan? Chick, ik heb toch al gezegd dat ik die shit niet gedaan heb? Ja, maar wie dan wel? Brocode. Tuco, what the fuck? Er is iemand dood, hè? Je hebt het wel over mijn vriendin, hè? Oké. Ik zeg van wie ik die video heb. Maar dan moet jij toegeven dat jij die fitty bent begonnen. Jij bent die fitty begonnen. Wat? Jij 6 uur. Jij 6 uur. En jij 6 uur. Gefeliciteerd. Vergeet je hesjes in je vuilniszakken niet. Ik neem alle uren wel. Youssef, die wilde me alleen maar verdedigen. En Duco... Ik daagde Duco uit. Het is mijn schuld. Fijn dat je zo eerlijk bent. Nou, in dat geval, Duco 2 uur. Youssef 2 uur. Jij, Alex, 10 uur. Nou, wegwezen. En Alex, ik ga wel je ouders bellen. Dit kan zo niet langer. Ja. Hé, hey, dankjewel, meneer. Tot ziens. Seksvideo. Hallo, je hebt het beloofd, hè? Ja, oké, je hebt gelijk. Het is van iemand waar ik echt heel veel om geef. Je moeder! Hond is het? Laat die wannabe Marokkaan, joh. Fuck! Ongrijpbaar, maar het is een verdedigingsmechanisme. Ik zie vooral een meisje dat contact wil maken. Ja. Ik zal het extra aandacht aan haar besteden. Fijn. Beloof ik. Ik zweer dat ik niet begonnen ben, mam. Nou, dat is niet wat meneer daardoor zei. Maar je hebt je straf gehad, dus klaar. Heb je nog geoefend voor het toernooi? Dat badminton-ding. Hoe kan je daar nou mee bezig zijn? Nou, dat is gewoon traditie. Beetje frisse lucht, beetje fun, samen. Hey. Wat leuk u te ontmoeten. Hi. Hi, ik ben Sherry. Hallo. Ja. Mam, dit is Sherry.
Ja, dat zei ze net, ja. Ja, een klasgenoot. Ja. Nou, leuk. Wij zoeken bloemen voor de begrafenis van... Van Sophine. Ja. Natuurlijk. Nee, sorry. Geen witte bloemen. Dat past echt totaal niet bij haar. Misschien die wilde? Oh ja, dat is een mooi idee, schat. Ik weet dat het allemaal een beetje pril is tussen ons, maar het was echt heel erg weird net met je moeder. Wat dacht je nou, dat ik je zomaar op je bek zou gaan pakken? Nee, tuurlijk niet. Oh, weet je niet dat je van meisjes houdt? Jawel. Oké, ik snap het. Dat is prima hoor. No worries. Luister, toen ik uit de kast kwam... Het was allemaal nog awkward met mijn ouders. Mijn vader die deed alsof het hem niks uitmaakte, maar ik zag het in zijn ogen. Alsof ik toch een beetje defect was of zo. Het is gewoon, mijn ouders zijn zo bezorgd. Ik weet echt dat ze er bovenop zouden duiken als ze weten dat ik met jou... Mm-hmm. Ja. Hey, dit zou simpeler moeten zijn, toch? Gewoon fun. Kunnen we dat niet gewoon doen? Gewoon fun. Ja, zoals dit. Klinkt goed. Wat? Jullie zouden een sekstape moeten maken. Verdien je tenminste nog een beetje geld met die lesbische shit, toch? Fuck jou, Duco. Bitch, you say shit, ik heb het vaker gezegd. Eerder gehoord, maar pas later beseft. Ze willen je niet hebben met je magere sek. En ze gaan je niet helpen als je falende bent. Wil jij ze misschien even afleiden? Wat? Waarom? Alsjeblieft, ik leg het later uit, oké? Sure. Ja, oké. Okay. Wat doe je? Ja, ik moest toch afluiten. Right. Guys. Gaat het? Wow, Duco. En Duco, ben je aan het trainen? Nee, fuck jou. Hey. Nee, ik meen het. Het is echt, hè? Hoe vaak ga jij? Een keer. Wow. Weet je dat ik niet alleen een meisje ben? Is dat zo? Ja. Sleazy. Weet ik niet. Hey, what the fuck? Laat me mijn telefoon nou! Kijk goed. Hoe was school? Vraag maar mam. Zo? Ja. Je eet zo weinig de laatste tijd. Mam, ik heb net voor de tweede keer opgeschept. Wacht, wat was er dan op school? Mis ik iets? Nee. Misschien moeten we het even hebben over morgen. Ja, hoe gaat dat? Nou, hoe voel je je daarover, lieverd? Ja, dit is de eerste begrafenis sinds oma en dat is al best lang geleden. Lieverd? Nou, het is niet mijn ideale donderdagochtend, nee. Maar goed. Er draait een Twilight Marathon in het LP-theater. Lijkt het jou leuk om anders samen naar... Ik ben 18, pap. Ja, dat is waar. Dat is een beetje stom van me, sorry. Dreaming of a life, everybody got something. Staring at the sky, I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Moet het echt? Alex, kom op, doorlopen nou.
Nou, precies op tijd. Hi. Zo fijn dat we even samen kunnen oplopen. Ja. Alex, hoe is het met jou? Ik hoorde van het akkefietje op school. Sorry? Sefien kwam hier dagelijks over de vloer, dus ik snap wel dat je in de bar bent, hoor. Trek jij dit aan? Sorry, maar mis ik iets? Oh, god. Hoezo? Is toch een normale blouse? Ik was er nog niet aan toegekomen om je te vertellen dat Alex... Hebben we nou gesproken? Welk akkefietje? Alex is in een klein gevechtje beland op school. Gevecht? Klein gevecht. Het ging echt om niks. Oh? Vond Duco dat ook? Hou je bek! Alex! Misschien handig om dit even te bewaren. Tot na de dienst. Excuus, dat is geen probleem. Thanks. Ik doe het voor mezelf. Ik moet hier namelijk de hele dag naar kijken. Zullen we gaan? Weet je al wie de video lekte? Gaan we nou opeens bommen? Het is dit of beseffen dat ik naar de begrafenis van mijn beste vriendin ga. Duco heeft die video via een appgroep waarin ze porn delen. Gadver. Hij is ingezet door iemand met de naam Sleazy. Zegt jou dat iets? Nee. Wat nu? Ja, zijn telefoon hacken. Ik weet wel iets simpelers. Jij komt hier niet binnen, vriend. Sophie was mijn vriendin. Jongen, hoe durf je de naam uit te spreken? Zo, de mieter op voordat je wat aandoet! Doe even rustig. Ik snap dat je emotioneel bent. Niet het moment. Lekker? Heerlijk. Wat? Heb je de telefoon gepakt? Mm-hmm. 0812. Zijn eigen verjaardag. Hij is zo zelf ingenomen. Bingo. Ik heb je, Sleazy. Wat nou als hij opneemt? Ja, dat willen we toch. Wel heftig gisteren, hè? Sleazy. Wat zei je tegen mij? Ik weet alles van jullie vieze groepsapp. Ga papi's advocaat maar bellen. Landelijk? Ja. Geprikt of zo.